Nederlands kampioenschap inline skate marathon vond dit jaar plaats in Achterveld. 'S Morgens werkte de weergoot niet erg mee. Het opbouwen van het parcours ondervond daarvan flink hinder. Ons dorp werd daarna op een mooie manier op de kaart gezet. Enkele duizenden bezoekers keken van terrassen en vanaf de kant naar spannende en aantrekkelijke wedstrijden. Bekende namen uit de inline skate en schaatswereld waren dan ook naar Achterveld getogen. Zaterdag 13 juni begonnen de wedstrijden met de junioren B met dames en heren in dezelfde wedstrijdreden. Dat bleek verwarrend en zelfs op de grote tv-schermen met beelden van Dorp TV Achterveld was de volgorde moeilijk te volgen. Gelukkig was de elektronische tijdwaarneming vlekkeloos. Winnaars bij de junioren B werden Tiemen van de Kolk en Fleur Veen. Junioren A werd een levendige wedstrijd bij de dames, maar eindigde toch in een eindsprint met een eerste plek voor Berber Vonk. Bij de heren junioren A waren er twee rijders die lang vooruit reden, maar ook hier eindigde de wedstrijd in een sprint die door Chris Huizinga afgetekend werd gewonnen. De BC-categorie ging weer gezamenlijk van start. De lange vlucht van Kai Schipper, Peter van der Pol en Christoffel Hendricks eindigde ook in deze volgorde. De laatste wedstrijd van de dames werd zoals vooraf aangekondigd een felle strijd tussen de voormalige ploeggenoten Manon Kamminga, Elma de Vries en Bianca Rozeboom. Dat resulteerde in een afvalrace. Er bleven slechts 10 dames over. Kamminga deed in de eindstrijd niet meer mee, want zij kreeg een paar ronden voor het einde materiaal tegen. Bianca Rozeboom werd Nederlands kampioen. Voormalig Nederlands kampioen Crispijn Ariens reed bij de heren rondelang op kop. Dat deed hij om het tempo hoog te houden. Maar wegblijven was er niet bij en uiteindelijk trok hij net als vorig jaar de sprint aan voor ploeggenoot Kerry Heitman. Die liet het hele peloton achter zich, gevolgd door Ingmar Berga en Carlo Timmerman.